Lukas, joh. Ik begrijp heel goed dat je niet in de kerststemming bent. Ben ik eerlijk gezegd ook helemaal niet. Maar je opsluit op je kamer, dat heeft ook geen zin. Eerst wees ik te veel, dan wees ik te weinig. Ja, je schiet van het ene extreem in het andere. Ik ben gewoon moe. Ik had jou nooit moeten vragen om te liegen. Maakt niet uit. Ja, het maakt wel uit. Het was echt helemaal fout. Nou, mam, wat gaan we doen vandaag? Wiet en Ricky komen aan het einde van de middag even langs. Zullen wij daarvoor nog even een filmpje pakken? Schat, ik denk wel dat je erover moet praten wat je allemaal hebt meegemaakt. Je bent natuurlijk ontzettend bang geweest. Natuurlijk ben ik ontzettend bang geweest. Maar mam, wat heeft het al voor zin om dat de hele tijd weer gaan te herhalen? Maar je moet je angsten ook niet wegdrukken, hè? Dan worden ze niet weg. Ze zijn weg, want ik ben veilig nu. Als je dan niet met mij wil praten, praat dan in ieder geval met een professional. Oh, alsjeblieft, als ik ergens geen behoefte aan heb. Nee. Je hebt ook helemaal gelijk. Het heeft ook voor zin om hier met kerst in mijn kamer te gaan zitten. Laten we gewoon kerst beneden gaan vieren, oké? Laat het leuk maken met kerstballen, kerstbrunch, een kerststol en een kerstmuts. Ja. Mevrouw Zwart? Het is niet te geloven, maar mevrouw Zwart heeft het voor elkaar, je lievelingssandwiches. Zo, schat. Nou, daar heb jij al een lekkere muffin. Heerlijk, hè? Ja, dat is lekker. Zo, laat je nog wat voor ons over? Lieverd, je hoeft niks te eten, hoor. Echt niet. Ik heb gewoon niet zo'n trek. Nou, dan eten Nola en ik alles op. Hè, schat? Wie niet? Ja. Wat zit je nou de hele tijd naar me te kijken? Ik wilde zo nog even naar Ludo. En nou, daarna heb ik in feite alle tijd. Dus we zouden naar een kerstshow kunnen gaan of lekker online shoppen. Ik ben er niet naartoe gekomen om echt kerstcadeaus te kopen. Dus als je iets leuks ziet, dan koop ik het voor je. Ik heb ook niks voor jou. Wat liefje. Dat jij weer terug bent, dat is het allergrootste cadeau. En nu Nina weer gezond thuis. En Ludo weer terug. En dan heb ik echt niks meer te wensen over. Nou ja, Nick achter slot. Ja, moet dit? Moet je me nou elke seconde herinneren aan wat er is gebeurd? Ik wil het juist vergeten. Dit bewijst voor mij dat jij echt... Hou je kop gewoon! Of mond, hè? Nou, mondje bedoel ik, hè? Ja. Ja. Merry Christmas! Hey, Noud! Ja, ja. Hey. En, mis je de man, weet je het ook al? Ja, natuurlijk, man. Hey, je hebt schakballen gemist. Nee. Oh, ja, ze waren weer heerlijk. Alles is opgegaan. Als jij iets met je vrienden wil gaan doen, dan... Ik zou toch vanmiddag gewoon thuis blijven? Wiet en Ricky komen langs. Hey, ik kom Nola even een cadeautje brengen. En jou natuurlijk gedag zeggen. Oh, schat, wat ben ik blij dat je er weer bent. Ja. Ja. Ik ook. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat jij allemaal hebt moeten doormaken. Hoe gaat het met je? Oh, nou, iedereen vraagt al de hele tijd. Het gaat supergoed. Nou, Nola, kijk eens wat ik voor je heb. Van de kerstman. Een cadeautje. Ik kies een cadeautje voor jou. Dat is mooi uit. Ja. Wil je het openmaken, schat? Nou, Nola gaat helemaal op in haar prinsessenvideo's. Een schot in de roos, echt waar. Vinden alle meisjes leuk, toch? Ik vind het nog steeds leuk. Maar ja, ik heb alleen maar jongens gekregen. Maar die kunnen het toch ook leuk vinden? Toch, Lucas? Hè? Nou, die van mij niet, hoor. En Brammetje ook niet. Die is echt van de ridders. Mam, ik ga naar boven. Als Wiet en Ricky komen, stuur ze dan door. Ja, dat is goed, schat. Ik heb geen idee wat ik met hem aan moet. Hij is zo gestrest. Wacht een rustig moment af en laat hem praten. Dat is het hem nou net. Hij praat niet. In ieder geval niet daarover. En elke keer als iemand erover begint, dan weet hij niet hoe snel hij moet wegkomen. Oh, wat frustrerend. Ja, ik wil hem zo graag helpen, maar ik weet echt niet hoe. Hey! Hey! Dames, hoor. Wat zien jullie er prachtig uit? Dank je. Nou, jij mag er ook wezen, hoor. Kom eens hier. Hoe gaat het met je? Ja, redelijk. Je bent wel goed. Echt? En ook geen nachtmerries en zo?
Ja, nou, als je ons nodig hebt, dan weet je ons te vinden, goed? Dat is helemaal niet nodig. Ik heb trouwens een nieuw nummer ontdekt. Moeten jullie meteen eventjes horen. Helemaal de bom. Oké. Hier. Play. Wanneer ga je weer naar Nina? Over een paar dagen weer. Neem je Lucas mee? Dat is eigenlijk best een goed idee. Waarom kan ze nou niet in een ziekenhuis hier? Want er is toch geen gevaar meer? Nick loopt toch nog altijd vrij rond? Ja, maar hij doet haar toch niks? Het is zijn schuld dat ze er zo aan toe is. Ik wilde je niet van streek maken. Geeft niet. Sorry. Ik moet weer naar de zaak. Meiden. Wat zien jullie er prachtig uit. Dankjewel. Allemaal dankzij de wonderkapsters van Bianca. Nou, fijne avond en sterkte. Dank je, lieverd. Ja. Wij gaan dan ook maar. Wat? Jullie zijn er net. En Lucas was moe. Zei hij dat? Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik moest alleen even doorgeven dat hij even wilde slapen. Hoe kwam die op jullie over? Sterk wel. Ja, vrolijk. Eigenlijk zoals altijd. Ha 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 ha